Op zaterdag 15 januari startte de vaccinatiecampagne voor kinderen in Eindhoven. Het was 8:30 toen Ona Pieters als eerste 11-jarige haar vaccin tegen COVID-19 kreeg toegediend. Haar ouders reageerden positief op de uitnodiging die aan meer dan 3000 kinderen werd uitgestuurd. Ninof Media was erbij en maakte volgende sfeerreportage. Weet je waarvoor je een spuit gaat krijgen vandaag? Voor corona. Die corona, gaan we daar nog lang mee zitten? Ik denk het wel. Nu is de eerste keer. Ja. Voel jij u vandaag een beetje ziek? Nee. Mevrouw, hebt u er ooit aan getwijfeld om uw kind te laten vaccineren? Nee, nooit aan getwijfeld. En ze stond er zelf direct achter, dus ik heb zo rap mogelijk ons afspraak gemaakt. Ja. Heeft die prik nu pijn gedaan? Nee. Nee? Een beetje toen ze het erin stak. Ja. Sarah, u gaf net de allereerste prik bij de kinderen. Is die aanpak nu anders dan bij de volwassenen? Ja, we proberen toch de kinderen zoveel mogelijk te betrekken bij het gesprek. We hebben hier ook heel wat aanpassingen gedaan. Bijvoorbeeld een plaat met zoek de vijf verschillen. We hebben ook een klein cadeautje dat we meegeven aan de kinderen na afloop. Dus we proberen gewoon heel veel kinderen te betrekken voor de anamnese, dat ze hun op hun gemak voelen voor het zetten van hun vaccin. Wordt daar dan thuis over gesproken eerst, over het vaccin, over het waarom? Wij hebben daar thuis ook met haar over gesproken, maar ja, ik heb ook al zien van eerst mijn vaccin gehad omdat ik in de zorg zit, dus ze was al een beetje voorbereid. Ja. Vorige week of twee weken geleden zijn meer dan 3000 uitnodigingen verstuurd. Hebt u nu een zicht op de respons van de uitnodiging? Ja, er zijn tot op vandaag 1000 kinderen ingeschreven op de shiften die we voorzien hebben, dus er is nog altijd plaats voor de kinderen die willen. Weet u of dat een groot getal is, een grote respons is ten opzichte van andere vaccinatiecentra? Ik denk dat de Agentschap Zorg en Gezondheid wel uitging van meer, maar 1 op 3 vind ik voor te beginnen toch zeker niet slecht. Ontdek tal van topmerken bij het vernieuwde Maddy's Mode. Maddy's Mode, Albrechtlaan 56B in Aalst.